Dat is een interessante opgave. Ja. Liegen jullie wel eens zelf? Social lies? Nee. Een leugentje om best te doen. Maar... Tafelgenoten? Ik heb gisteren radio. Ah ja, ga je geen. Dus ik moest in een programma zitten en ik moest opzettelijk een verhaal vertellen dat niet waar was. En ik ben daar zo slecht in. Iedereen had onmiddellijk door dat ik had liegen. Ik ben daar echt ongelooflijk. Maar dat siest je, zullen we maar zeggen. Staf en Matthias Koppens, op zoek naar de waarheid. Ah, dag Matthias. Dag Staf. De opdracht van deze week is, al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt haar wel. Dat zeiden ze 300 jaar geleden, maar klopt dat nu nog altijd? Zoek dat eens voor me uit. Staf, hoe gaan we dat aanpakken met die leugen, jongen? Ik weet niet. Liegen, gewoon de hele dag liegen. Liegen, nog eens liegen. Dag meneer. We zijn van het VRT-journaal. Blijkbaar zouden de katogen verboden worden. Ja. En de Gert van Gaia uit. Ik geloof er niet van. Nu ben je het, jongen. Prutske. Prutske is van je beter. Dat kan niet. Ja, dat moet ik zien. Kijk, twee tandjes. Dat zal niet waar zijn. Wij zijn van het programma Groene Handen. Ja? En wij komen... Ja, u bent uitgekomen eigenlijk deze week. Het doet me test. U mag voor ons vandaag het boeket van de week maken. We zijn nu van het programma. I'm sorry of zoiets. I'm so sorry. Are you? Goedendag mevrouw. Wij zijn van I'm so sorry. Are you? Kan u soms raden van wie dat die komen, die bloemen? Nee. Anders dan zeggen we gewoon even dat u Karel de Vlieger, vragen wij Karel de Vlieger en zegt u ja. Ik ken je en dan geven wij de bloemen, dan hebben wij ook het programma. Goedendag mevrouw, wij zijn van het programma I'm so sorry. Are you? Kent u dat? Ja. Wij brengen bloemetjes. U mag eens raden van wie dat ze zijn. Van Karel... Ja, inderdaad, van Karel de Vlieger. Nu gaan we echt liegen totdat we zwart zien. Ja. Doe alsof de camera niet aanstaat. Zo, ja. We zijn op zoek. Kijk, we moesten eigenlijk vandaag nog een item draaien voor een nieuw televisieprogramma dat wij maken. Ja. Van Boer en ik. En dat heet De Zevende Versnelling. En we zijn eigenlijk op zoek naar nog een auto waar we een testrit mee kunnen doen. Al is de leugen nog zo snel, sneller dan dit. Kom in! Links willen we het zitten, we hebben het vlaggen. Kom, dat is niet goed, zo. Dat is niet goed. Ik ben Kenny. Kenny. Ja. Ik ben Davy. Davy, ja. En dat is jouw naam. Ja, ja, maar de verantwoordelijkheid ligt eigenlijk volledig bij... Bij Jan Verrijen. Ja. En heb jij ook deze naam en zijn adres? Dat is Jan. J-A-N. Ja. Jan Verrijen. Dat is van het programma Aan Tafel. Merci, mannen. Dus ik mag nog iets in de bus verwachten bij jullie. Ze gingen het opsturen, ze kenden nu al van ergens. Ja. Je stond toch al op de zwarte lijst of zo. Nu, wat ik wil weten, waarom daar puur, wordt daar meer gelogen dan ergens anders? Ik woon in Puurs. Ja, jij woont in Puurs, ja, Dina? Ik ken al die mensen die... Jij kent al die mensen? Ik weet perfect in het bloemenken en zo, in de winkel. Ik ken die allemaal, ja. Maar ze geloofden ons wel allemaal. Ja, ik zou jullie misschien ook geloven. Hè. Oh, dat is lief. Toevallig niet bij mij aan de deur geweest of zo, nee. Nee, we wisten nu niet wonen. Nee. Anders zeker. En wie nog beweert dat de Belgische media niet alert zijn, het verhaal van de arrestatie van Staf en Matthias stond vandaag al in de krant Het Volk. Jullie reputatie is nu wel naar de haaien, hè, vrienden? Ja, dat is jammer, hè. Ja, maar we hebben alles op u geschoven, hè, Jan. Dus die van ons, dat kan nog, maar jij zult het in de bus krijgen. Hè. Jullie zijn te goed. Tot volgende week. Bedankt, Staf en Matthias Koppens. Het proefondervindelijke spreekwoordenonderzoek van Aan Tafel heeft al verrassende resultaten opgeleverd. Zo zijn Hollanders niet gierig bevonden en leerden we dat de kust helemaal niet veilig is. En of de aanval...